Hoi, ik ben Pascal en in mijn video's neem ik je mee op reis naar de mooiste plekken in de wereld. Zoals prachtige watervallen, lichtblauwe zeeën en een hoop avontuur. In de komende afleveringen bezoeken we het voormalige piratengebied, de West Indies, oftewel het Caribisch zeegebied. Pak je spullen en let's go! Oké, we staan dus nu eindelijk op de plek. Dit is de MSC. Dit is dus de schip waar wij zo meteen op gaan. Het is jammer dat nu hier wat voor staat, maar hij is echt enorm. Wow. Ik zie gewoon ook een glijbaan erop bovenop staan. Dus ik ben echt heel erg super tof. In een latere aflevering laat ik je het schip grotendeels van binnen zien. Maar nu eerst laten we Miami en Miami Beach achter ons en vertrekken naar Jamaica. Jamaica is een eiland in het Caribisch gebied en de hoofdstad is Kingston. Wij gaan vandaag niet naar de hoofdstad, maar bezoeken de stad Ojorrios, wat aan de andere kant van het eiland ligt. Het eiland heeft een kustlijn van 1022 kilometer lang, dus er is genoeg plek om te zonnen op de stranden. Voor de personen die, net zoals ik, onrustig worden van het bruinbakken in de zon, zijn er ook heel veel mogelijkheden voor sporten, waaronder het beklimmen van de Dams River Falls. We zijn bijna in Jamaica aangekomen, want daar op de achtergrond zie je Jamaica. Daar gaan we naar de Dams River Falls. Dat is een of andere waterval die je daar hebt. Die gaan we naar boven, gaan we bij die rivier of waterval gaan we naar boven lopen. Okay, a warm welcome to Ojorrios, Jamaica. Okay, and your driver name is Bradrick. Hi to Bradrick. Sorry. Hi to Lethem. That's the name I got this morning. We're in Jamaica now. Yes. Tuba? Wow! we gaan nu naar de Dams River Falls. Tenminste, daar zijn we nu en daar lopen we nu naartoe. En daar gaan we, wat we van de busdriver net hebben begrepen, gaan we beklimmen. With our bare hands. Dus daar lopen we nu naartoe. We zijn nu een rivier dus aan het opklimmen. Het is wel grappig, want we zijn dus met mensen, moet je elkaars handen vasthouden, zodat dat dan veiliger is. Maar ja, wel grappig. Top? Zeker. Het werkt ook wel. Oh, je kunt het daar ook zien, hier zo op de achtergrond, daar zie je ook mensen omhoog klimmen. Ja, die gaan dus via een trap. Maar wij gaan echt, zoals je daar kunt zien, over de rotsen naar boven. En het is best wel een groot stuk, want we hebben eerst helemaal naar beneden moeten lopen. Hier onder ons heb je ook het strand. Dus we zijn net begonnen. Ik hoop dat mijn camera het overleeft, dat ik zometeen ook nog verder kan met vloggen, want dat is natuurlijk wel leuk. Maar ja, mijn vriend zegt dat hij... Yeah, make sure you got a video, you're in Jamaica, man. Ja, man. Hij zegt dat het wel kan, dat ik gewoon moet relaxen, dan doe ik dat dus ook. Ja man! In a jump. Far, far away. Nu denk je waarschijnlijk... Hij heeft een waterdichte camera meegenomen. Nee, dat heeft hij niet. Maar hij heeft het tot nu toe overleefd. Ik ben wel kledernat en jij ook. Wow, dit is trouwens wel super vet. Go! I love Jamaica! We love Jamaica! Het is gelukt, we zijn helemaal naar boven gekomen. Ik leef nog, mijn camera leeft gelukkig nog. Ik leef ook Devin nog. Leeft gelukkig ook nog. En dat meisje van net, die leeft gelukkig ook nog. Dankzij mijn hulp natuurlijk. Oh, echt serieus, ik sta eigenlijk nog gewoon een beetje te trillen op mijn benen. Want het is wel echt heel erg cool. Where are you from? Nice to meet you man, from the Netherlands to the Rotterdam. Like this way. Peace to the brother, this way to the bus man, look at me, brother,
Exit. En je gaat naar Rooie, man. Take a peep. Ik hoop dat je genoten hebt van je reis naar Jamaica, Ocorios en vergeet de reis die we samen hebben gemaakt niet te delen met anderen. En ik hoor graag nog van je wat je van je reis vond. In de volgende aflevering vertrekken we vanuit Jamaica naar de Cayman-eilanden. Tijdens het snorkelen komen we de meest bizarre dingen tegen. Vergeet je zwemkleding en je zwembril niet. Ik zie je volgende week. Tot dan. Hey, cameraman.